Koester werpt in. Het is goed gespeeld. De ruimte ligt hem. Terugtrekken en het doelpunt. Het doelpunt gemaakt door Schnuphase, de nummer 6. In de 16e minuut. Hier is Booster. En vreugde op de tribune. Bij die goal van Schnuphase. Ontstaan naar die inworp aan de rechterkant. En die hele goede actie door tot aan de achterlijn. En dan die bal terugtrekken naar Schnuphase. Die hier komt vrij om in te schieten. 1-0 voor Oost-Duitsland. Schnuphase, die hier in beeld trouwens ook gescoord heeft. En de vreugde in het Oost-Duitse kamp is begrijpelijk, maar het vraagt om een herhaling. Ja, herhaling is ook wat onduidelijk. Hoe dan ook. Garrido is de baas en die geeft een strafschop aan Oost-Duitsland. En je kunt protesteren wat je wilt, maar dat zal niet helpen. De bal ligt daar op de stip en dan zal hij blijven liggen, zodat het Oost-Duitsland er vanaf trapt. Heel moeilijk moment voor Ruud Krol, die daar met verrast door de spurt van Hevna. En toen dus die sliding maakte, die Garrido bestrafte. Dit is Strijd. Hij mag Nederland op 2-0 gaan zetten. Strijd. Doelpunt. ...2-0 door Strijd. Dat is een geweldige klap voor Nederland. Goede lichaamsbeweging. Schrijvers naar de verkeerde kant. En zo staat Oost-Duitsland er heel comfortabel voor. Hier is hij weer, Strijd. Toegeroepen door zijn coach Booster. En die 100.000 mensen hier, die hebben dat dus weer een lekker avondje. Is vrij. Schoenaker is achterin. Van de Kerkhof was daar. Kist haalt die bal weg. Tahamata. De kant en het doelpunt. Het doelpunt voor Nederland. Bent is dan op 2-1 en weet die wedstrijd dan prompt weer terug. Tot een spannende zaak. De goal is gemaakt door Frans Thijssen. Hier de actie. En dan bij de eerste paal. Het doelpunt in de korte hoek ingeknikt. Kijk daar even een Oost-Duitser. Geen buitenspel. Kist de kant. Doelpunt. Doelpunt, Kist. Het is 2-2. Wat een geweldig optreden van Kist. Kist moet het zijn voor de jongens zelf. Hij zat ze met hem erg in de punt. En nu dan al twee acties. De eerste was erg dicht bij een doelpunt en de tweede is er een. Komt naar de eerste paal toe punten en is vrij om in te schieten. 2-2. En de 4000 Nederlanders hier vieren nu een uitpuntenfeestje. En wat kan er nog allemaal gebeuren in die wedstrijd? Met veel onzekerheden. René van de Kerkhof op de kant. René van de Kerkhof is alleen. Daar gaat hij. Ja, doelpunt! René van de Kerkhof. 3-2 voor Nederland. Jongen. Daarvoor stond hij in de spits in de eerste helft. Dat ging niet helemaal goed. Maar nu dan wel. Ontbindt zich van Kiesje. Ingreep op Schoenaker. Daar René van de Kerkhof. Buiten op de bal. Zelf binnendoor. En dan ook nog langs Grapenthin in die moeilijke hoek. Maar hij is uitermate koelbloedig. 3-2 voor Nederland.